Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ga ik het gesprek aan met Kautar Bouchaglicht over onder andere haar kandidaatstelling voor GroenLinks, het boek waar ze momenteel aan werkt en wat ze doet voor Stichting Groene Moslims. Ben je benieuwd? Blijf dan vooral kijken. Nou, welkom de kijkers bij weer een aflevering van In Gesprek Met. Vandaag zit ik met Kautar Bouchaglicht. Die is klimaatactivist, auteur en momenteel ook erg bekend vanwege haar kandidaatstelling voor de partij GroenLinks. Welkom Kautar, niet de eerste keer voor jou hier bij Ergen. Meerdere dingen die houden jou bezig in het dagelijks leven, dus wellicht is het handig om eventjes aan te geven aan de kijkers thuis wat jij precies doet hiernaast. Ja, nou op dit moment ben ik wel veel bezig met de campagne inderdaad, wat ik hiervoor deed. Dus ik werkte als freelancer, inderdaad als auteur, ik ben bezig met een boek. Ik schreef ook artikelen voor verschillende media, waaronder One World, Parool, De Correspondent, dat staat allemaal online, mochten mensen dat leuk vinden om te zien. Ik verzorgde workshops, ik sprak inderdaad ook op panels, ik deed ook het werk wat jij nu doet. Ja, met mensen praten, vond ik heel tof, inhoudelijk ook. En wat ik ook doe is organiseren. En de twee grote dingen die ik heb gedaan is het organiseren van de klimaatstaking en de klimaatmars. Dat was hier in Amsterdam, op de Dam, tienduizenden mensen die opkwamen voor een klimaat. Even heel kort, een beetje wat ik heb gedaan afgelopen jaar. Ja, een echte duizendpoot, zo te horen. Ja, weet je wel. Ja, we hebben het net al gezegd. Je bent dus momenteel druk bezig met GroenLinks. Je staat op nummer 9. En dit wil zeggen dus dat Nederlanders kunnen stemmen voor de verkiezingen ergens halverwege maart uit mijn hoofd. Volgens de peilingen haalt GroenLinks waarschijnlijk 12 zetels. En wellicht leuk voor de kijkers thuis om eventjes uit te leggen, met name ook de jongeren die geïnteresseerd zijn in hun politieke carrière, hoe dat precies in zijn werk gaat. Ben je bijvoorbeeld benaderd door GroenLinks? Of? Het kan op verschillende manieren gaan inderdaad. Hoe het bij mij is gegaan is, ik was dus actief binnen de klimaatbeweging. En de klimaatbeweging, dat is eigenlijk iedereen die een beter klimaat wil. En daar zitten allerlei organisaties bij. Greenpeace bijvoorbeeld, maar ook Milieudefensie en ook andere organisaties die dan veel meer met jongeren bezig zijn. En ik was daar onderdeel van en ik werkte dus als freelancer en ik bewoog me daartussen. Op een gegeven moment raakte ik steeds meer zelf ook geïnteresseerd in politiek. En GroenLinks was daar dan de partij die het beste bij past. Omdat ik dus heel veel met klimaat bezig ben, maar ook met rechtvaardigheid. Mm-hmm. Want hoe zorgen we ervoor dat we een samenleving hebben die gewoon chill is voor iedereen. En niet alleen voor mensen met geld of alleen met mensen die al macht hebben. En dan is de stap naar de politiek eentje die dan daarop volgt. Dus ik zou vooral zeggen aan de mensen thuis, kijk naar de dingen die je belangrijk vindt en die je interessant vindt en zoek daarin een weg. En het kan dus uiteindelijk de politiek zijn. En wat daar dan ook leuk aan is, is om lid te worden van een politieke partij. En dat klinkt misschien een beetje, dat is ook iets waarmee je dus actief kunt worden en kunt leren kennen hoe zoiets werkt. Ja, dan kun je ook echt een kijkje nemen achter de schermen. Ja. Als je... Ja. Waarschijnlijk wel bij al die bijeenkomsten die partijen hebben. Ja. We moeten het er wel even over hebben. Want nadat jij bekend werd op de kandidatenlijst was er ook best wel veel ophef, jammer genoeg. Maar dat heeft in principe jouw introductie, dat heeft jou niet klein gekregen, al die weerstand en kritiek. Zijn er lessen die jij hier hebt uitgehaald en graag met de jongeren wilt delen? Ja. Ik zou zeggen, laat je nooit klein maken. ik denk dat het super belangrijk is om je nooit tegen te laten houden op het moment dat je iets wil. En denk van, hey, is daar wel ruimte voor mij? We leven in een samenleving waarin er nog steeds uitsluiting is. Er is nog steeds discriminatie. Er is nog steeds van alles en nog wat. Als jongere kom je misschien niet aan een stage. Of je komt niet binnen bij een club. Dus dat zijn meer op hele persoonlijke niveaus dingen die je mee kunt maken. Maar dus ook in de politiek. Hoe komt het dat we daar nog steeds niet mensen hebben die echt eruit zien zoals de samenleving? Omdat het gaat over ons allemaal uiteindelijk in de politiek. Dus wat ik daaruit meeneem en eigenlijk ook wil teruggeven is hoe belangrijk het is dat wij op verschillende plekken komen. Als jongeren ook, maar ook als mensen die het belangrijk vinden om iets bij te dragen. En het was best wel naar wat allemaal gebeurde, maar wat ook heel mooi was, was hoe heel veel mensen samenkwamen om te steunen. En ook publiekelijk, meer dan 120 organisaties hebben een steunbetuiging getekend. En toen dacht ik van, oké, het kan. Er zijn ook heel veel toffe mensen in de samenleving die wel durven. Dat is hoe heb je nou echt concreet die weerstand en kritiek omgezet in zo'n positieve mindset, zeg maar? Nou, het is niet altijd positief. Soms is het ook echt naar en vervelend.
En wat voor mij heel belangrijk is, is kijk, op het moment dat je dus ergens aan begint, heel goed ook nadenken van, hey, wat kan het mij brengen, maar ook welke backlash kan ik krijgen. Dat geldt voor een studie, stel je kiest voor een studie die je super inhoudelijk heel leuk vindt, maar je weet, ja, er komen ook dingen op je af die minder leuk zijn. En dat geldt eigenlijk voor alle keuzes die je maakt in het leven van, hey, ik wil die baan of ik wil die studie of ik ga dit of dat doen. Maar er komen altijd dingen bij kijken die gewoon minder leuk zijn. En wat mij helpt is proberen te bedenken van, keep your eyes on the prize, zeg maar. Altijd blijven bedenken van, waar wil ik heen? En waarom is dit belangrijk? Waarom heb ik het in the first place gedaan? Ja. En ook dus, wat heel belangrijk is, is mensen om je heen hebben die je supporten, maar ook scherp houden. Dus ook wel feedback geven. En dus af en toe zeggen van, hey, ik over. Dat was niet zo handig. Dat is heel belangrijk. Ja, mooie motivational speech van Wouter. Hey, jij bent sinds 2016 ook voorzitter van de Stichting Groene Moslims. Kun je ons misschien meer vertellen waar deze stichting voor staat? Ja, ik begon als secretaris. Dus ik was niet meteen voorzitter en daarna inderdaad voorzitter. En waar Stichting Groene Moslims voor staat is dus duurzaamheid. En ook goed omgaan met de wereld. Vanuit het geloof dat de aarde is een soort cadeau. Dat hebben we dan van God gekregen. En dat mogen we dan, zolang we leven, mogen we daar onderdeel van uitmaken. En hoe belangrijk is het om daar goed voor te zorgen? Daar staat Groene Moslims voor. En een van de dingen die we ook hebben gedaan, was ook heel bijzonder. Dat was met Nacht van de Vluchteling meegelopen. Oh ja, mooi. Ja, en Nacht van de Vluchteling, dat is wel bijzonder. Dat is dan dat mensen dan een hele nacht lopen en geld ophalen. Mm-hmm. Voor mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. En wij hebben destijds meegedaan omdat wij zien dat... soms praten we over klimaatverandering alsof het iets is wat misschien gaat gebeuren. Of het gaat gebeuren, maar we zien het nog niet. Maar in sommige landen zijn er echt superheftige bosbranden, overstromingen. Laatst weer in Marokko dat er iets was overstroomd. Dus er gaan constant dingen mis op het klimaat. En er zijn dus al mensen die daarvoor moeten vluchten. En Nacht van de Vluchteling was dan voor ons een manier om daar aandacht voor te vragen. En we hadden destijds meer dan €6.600 opgehaald. En ik dacht van, oh, wat bijzonder. Heel veel mensen dit ook belangrijk vonden. Dus het klimaat gaat ook over goed zijn voor elkaar. En niet alleen over smeltende ijskappen. Ja, mooi verwoord. Een recent onderzoek daarnaast van het Rode Kruis. Die geeft aan dat een deel van de jongeren zich tijdens deze coronacrisis ook meer zorgen is gaan maken. Dus om klimaatverandering. Welke mogelijke acties bestaan er naast wat Stichting Groene Moslims doet om hiermee aandacht voor te vragen? Ja. Waar jongeren dus echt zich actief kunnen inzetten tegen klimaatverandering. Ja, ik word daar echt super blij van inderdaad. Dat steeds meer mensen beseffen dat de klimaatcrisis echt om de hoek staat en ons allemaal raakt. Dat wij iets aan moeten doen. En dat kan dus op verschillende manieren. Het eerste wat ik zou zeggen is, kijk om je heen. Er zijn allerlei ontzettend leuke organisaties die zich hiermee bezighouden. Dan kun je kijken wat past bij mij en wat vind ik leuk om te doen. En hoe kan ik zelf daarin een bijdrage leveren. Een andere belangrijke manier is stemmen. Ik ga hier geen promopraatje houden, maar ik zou zeggen, stem op een partij die het meest aansluit bij waar je voor staat. Maar ga alsjeblieft wel stemmen. Dus of het nou om klimaat gaat, of om zorg, of om werk, of school, stage. Het is zo, zo belangrijk om te stemmen, want het raakt jou direct als persoon. Dus ik zou zeggen, dat is heel belangrijk. En met name voor de jongeren inderdaad. Echt. Het gaat over onze toekomst. Ja. En het is zo belangrijk om te stemmen. En vooral als we kijken naar al die mensen die nare dingen zeggen. zeggen dat je niet mee mag doen. Of dat je eigenlijk je mond moet houden. Of oneerlijke kansen krijgt. Echt, stem alsjeblieft. Dat is super belangrijk. Even een zijsprongetje, maar wel echt goed om bij stil te staan. Dus concreet, sluit je aan bij organisaties waar je thuis voelt en die ook iets doen tegen klimaatcrisis. Probeer bewust te stemmen. En wat je ook kan doen, en dat verschilt dus per persoon hoeveel ruimte je daarvoor hebt, is bijvoorbeeld nadenken van oké, kan ik misschien ietsjes minder vlees eten? Kan ik misschien wat vaker de trein pakken? Kan ik misschien wat minder vliegen? Dus echt op individueel niveau ook dingen gaan aanpassen in het dagelijks leven. Ja. Want als natuurlijk meer mensen dat gaan doen, dan precies, zorg je ook voor verandering. Ja, maar wat dus wel echt heel belangrijk is, en dat is denk ik wel, dat wil ik wel even benadrukken, is dus wat je als persoon alleen doet is super belangrijk. Dus je afval scheiden en zo. Maar daarom zijn die verkiezingen ook weer zo belangrijk.
Via de politiek kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld grote bedrijven als Shell, uiteraard, dat die dan ook eerlijk meedoen aan de aanpak van de klimaatcrisis. Niet dat jij en ik superveel moeten doen. Precies. En, ja, en weet je wel, dat is gewoon niet eerlijk. Dus ik ben ook altijd, ik denk van ja, we nemen eigen verantwoordelijkheid, jij en ik, want we kunnen thuis en waar dan ook. En tegelijkertijd, het kan echt niet zo zijn dat bijvoorbeeld heel concreet dan inderdaad Shell, die betalen sommige belastingen nog niet eens helemaal. Pas sinds kort doen ze dat. Terwijl jij en ik dat wel heel netjes doen. Dus wij kijken ook heel erg naar, hoe gaan we eerlijk die kosten delen van de klimaatcrisis. Ja. Daarnaast ben je momenteel ook bezig met een boek. Het gaat dan over diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Wat kun je ons vertellen waar het boek een beetje over gaat in grote lijnen, maar ook voor wie het is bedoeld? Ja, dat boek schrijf ik samen met onderzoeksjournalist Zoe Papaeconomou. En zij heeft eerder een boek geschreven samen met Anne-Brecht Dijkman. Dat heet Heb je een boze moslim voor mij? Ja, ik ken er waarschijnlijk heel veel mensen. Ja, nou, de titel zegt al best wel veel inderdaad. En dat gaat over hoe media werken en hoe ze dus bij bepaald nieuws foto's kiezen van mannen met baarden of vrouwen met een hoofddoek. Wat trouwens die ook heel erg opvalt, moet je even opletten, is bij heel veel nieuws over corona staan er vaak vrouwen met een hoofddoek. En als je dat constant blijft zien, dan ga je constant associëren. En dat is dus waar het boek over gaat. En het gaat dus ook over hoe kijken we als samenleving naar elkaar en zien we elkaar echt als gelijkwaardig. Mm-hmm. Dat is dat boek. En wat we nu aan het maken zijn, aan het schrijven, is een boek over gelijkwaardigheid op de werkvloer. Dus stel, je komt ergens binnen, op een stage bijvoorbeeld, en je kijkt om je heen. Hoe kan een bedrijf ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt? Dus ook als je niet per se 50 plus bent, of als je lang in een bedrijf bent, of als vrouw, of als persoon van kleur, of als iemand met een andere seksualiteit. En het is echt bizar dat we in 2021 nog hierover moeten praten. Maar we schrijven dus dat boek om hopelijk ook bedrijven en organisaties te helpen om hun bedrijf wat inclusiever te maken en gelijkwaardig. Ze worden ook echt tools? Ja. Aangeboden. Ja, en we interviewen wetenschappers, dus vanuit de theorie. En we interviewen ook mensen die al in de praktijk werken. Dus dat is echt superleuk. Dan krijg je allemaal mooie ervaringsverhalen. En sommige dingen zijn ook echt heel pijnlijk. Van die voorbeelden, dat je echt denkt van, hoe kan dat? Bijvoorbeeld dat er dan soms nog steeds in sommige organisaties, dat je niet een normaal gesprek kunt voeren over Zwarte Piet. Dat mensen dan helemaal nog steeds daarvoor zijn. Dan zit je daar tussen je collega. Super ongemakkelijk. Ja, hoe kan een bedrijf ervoor zorgen dat dat wel gebeurt? Of stel iemand maakt een nare opmerking over hoe je eruit ziet. Of over je haar of zo. Weet je wel? Van ja, er moet een bedrijf zijn dat daarmee om kan gaan. Zodat jij je gewoon thuis voelt. En dat niemand ook bijvoorbeeld iets kan zeggen over hoe ik eruit zie. Het gaat om wat wij doen en precies, wat we kunnen. En niet alleen hoe we eruit zien. Mooi dat jullie op die manier een soort van bijdrage. We doen ons best. Wanneer komt die ongeveer uit? Mag je daar iets over zeggen? Ja, waarschijnlijk oktober 2021. En het is wel, zo'n boek is echt, dan begin je daarin. Inmiddels bijna 2 jaar. Dus ik kijk er ook heel erg naar uit. Het is van een lange adem. Dat is echt zo. Ja. Dus, en ook hiervoor geldt, dat is je vroeg net van hoe hou je vol? Zeg maar elk ding waar je aan begint is dus zo belangrijk. Vol overtuiging daarvoor te gaan. Want anders houdt het echt niet vol. Die dingen die 2 jaar duren. Of, maar dat is dan het mooie dat je iets hebt, met name nu in de coronacrisis, waar je echt nog naar kan uitkijken. Dus van, dat helpt. Misschien zijn het voor de studenten dat je zoiets van, ik heb een deadline voor een masterscriptie. Heel veel succes voor de studenten trouwens. Ik heb echt wel respect voor jullie nu. Als je in coronatijd moet studeren en die talloze Zoom calls, team calls, whatever. Dus ik hoop echt dat we heel snel hier met z'n allen uitkomen. En dat we gewoon een beetje weer kunnen leven, zeg maar. Maar nee, ook dit gaat voorbij. En het helpt dus wel om af en toe dat te proberen te bedenken. Van, ja, voor nu zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Dus dat is dan wel weer het voordeel. Hey, over diversiteit gesproken. Mm-hmm. En ook een beetje de aankomende verkiezingen. Jij zal waarschijnlijk geschiedenis gaan schrijven als de eerste vrouw met een hijab, een hoofddoek in de Tweede Kamer. Als je daar terechtkomt. Maar ook met jouw 27 jaar ben je ook... 26 zelfs. 26, oké. Bedankt voor de correctie. Ja, we moeten dat goed zeggen. Met je 26 jaar ben je ook een van de jongsten. Je bent daarmee, we mogen wel zeggen, een rolmodel voor velen. Met name ook voor jongeren. Brengt dat wellicht niet voor zo'n extra druk met zich mee?
Ja, ik bedoel, ik hoor jou zeggen, je gaat geschiedenis schrijven. En ik denk, oh. Ja, misschien niet gelijk de juiste voortgekozen voor zo'n vraag. Het kan wel op zich. Ja, it's a fact though. Ja, het is, kijk, wat ik echt ontzettend hoop. Kijk, het liefst had ik gehad dat dit eigenlijk al 20 jaar geleden was gebeurd, hè. Like, come on. Hoe lang zijn er al Nederlandse vrouwen met een hoofddoek? Like, jij bent ook hier geboren en getogen, ik ook. Weet je wel, dat ik echt denk van, hoe kan het? En hoe kan het dat we dus nog steeds niet in de Tweede Kamer allemaal mensen hebben die... Dat er nog steeds niet echt een afspiegeling is van... Ja, precies. Van wat er allemaal op staat. Precies. Dus aan de ene kant denk ik inderdaad super bijzonder. En ook wel goed, denk ik, dat het eindelijk gaat gebeuren. Aan de andere kant denk ik van, oké. Die hadden we echt al 20 jaar geleden moeten zijn. Dus ik hoop echt dat bijvoorbeeld dat de Kamer heel snel een afspiegeling wordt. En als het gaat om hoe dat voelt. Ja, kijk, het is natuurlijk wel... veel mensen kijken naar me. Dat voel ik wel. En ik wil ook heel graag het goed doen, überhaupt. Ook als mensen niet kijken, zeg maar. Dus dat is natuurlijk ook iets wat meespeelt. En het is best wel een soort verantwoordelijkheid. Hè? Ik bedoel, in de Tweede Kamer zitten, je vertegenwoordigt Nederland. Dus even als je uitzoomt, ook als het niet specifiek over mij gaat, maar dan zit je daar met een klein deel van de samenleving. En dan probeer je zo goed mogelijk mee te denken en mee te beslissen over eigenlijk... Wat is een fijne samenleving voor ons allemaal? Ja. Hoe zorgen we ervoor dat alles eerlijk is verdeeld? Dat mensen gewoon chill kunnen werken? Dat ze naar school kunnen? Maar ook omdat je als individu dan, zeg maar, voor degene die dan op jou stemmen, een soort van de stem bent van jouw achterban. Ja, dat is een grote verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd, kijk, wat denk ik ook wel goed is om te beseffen is... Ik zei net al, stem alsjeblieft, dat sowieso. En stem ook heel bewust. Misschien ga je verdiepen en dan ontdek je van... ja, ik vind die koop wel echt leuk. Maar volgens mij, qua inhoud, pas ik beter bij een andere partij. Dat kan. Dus het is ook niet zo dat je per se alleen op mensen stemt. Maar wat dus wel heel belangrijk is, is ook waar ze voor staan en wat ze willen. Dus meer naar, ook kijken, zeg maar, naar de partij, bedoel je? Naar de inhoud ook. Nee, ook naar het individu, dat is ook belangrijk. Ik denk dus dat het een combinatie is. En tegelijkertijd, ik ben ook... ik ben hoe ik eruit zie en ik ben ook alles wat niet zichtbaar is. En dat kan best zo zijn dat we het misschien op sommige punten niet eens zijn. En op sommige punten wel. Dus vertegenwoordiging gaat ook over... hoe zeg je dat? Een proces dat je dan op basis daarvan stemt. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is om heel bewust daarom te stemmen. Ja, dat zijn mooie tips die je dan hebt meegegeven. voor dan de jongeren die dan dit jaar voor het eerst gaan stemmen. Dus die net 18 zijn. Ja, dat is wel spannend. Dit jaar getriggerd zijn om voor het eerst de stemmen uit te brengen. Ja. Laten we dan even vooruitkijken. Dus naar wat je allemaal te wachten staat. Straks, als je dus in de Tweede Kamer zit, wat zou je graag willen bereiken? Ja. Als het gaat om politiek, zou ik dus, wat ik de afgelopen jaren ook constant heb geprobeerd, ook in de stukken die ik schrijf, is nadenken, hoe zorgen we ervoor dat... voor iedereen de kansen gelijk zijn, dat de grote bedrijven ook meebetalen, dat kansen eerlijk zijn verdeeld en dat we in een samenleving zijn waar je dus niet zorgen hoeft te maken over bijvoorbeeld een huis vinden. Ik bedoel, we zijn nu in Amsterdam, het is echt bizar. Ja, extreem overwitte woningen. Ja, het is echt. Het kan toch niet zo zijn dat je dus, en wonen is echt een basisrecht. Dus wat ik heel belangrijk vind en waar ik dus constant oog voor wil blijven houden, is dus of het nou gaat om de aanpak van de klimaatcrisis, of de coronacrisis, of de wooncrisis. Er zijn echt talloze crisis. Ja, precies. Dat het dus constant belangrijk is om oog te hebben voor welke mensen worden het meest geraakt. En hoe zorgen we ervoor dat we dus eerlijk verdelen. Dat is dus op politiek niveau wat ik zou willen. En op persoonlijk niveau... vind ik het belangrijk om hopelijk dus die, wat ik net ook aangaf, die grote verantwoordelijkheid van zo'n rol, om die zo goed mogelijk uit te voeren. En om dus altijd hopelijk zelfkritisch te blijven en constant oog te blijven houden voor waar het om gaat. Dus de samenleving en ook
proberen te onthouden ook wie je bent, waar je vandaan komt, je eigen geschiedenis. En blijven ook groeien echt... dus als persoon. Ja, blijven groeien en ook dus nooit vergeten wie je bent en waar je vandaan komt. Ik denk soms in de samenleving, dan worden de dingen van ons gevraagd. Dan wil je heel graag meedoen of dan wil je heel graag een bepaalde baan of een bepaalde studie. En er zijn allerlei tegenslagen. We hadden het net even over stagediscriminatie bijvoorbeeld. Of dat je geen huis kunt vinden. Of je wil samenwonen. Of je bent getrouwd. En je wil in Amsterdam eigenlijk blijven. Maar je moet naar Zaandam. Daar is ook weer. Zaandam. Of Hoorn. Dat soort plekken. Ja. Dat is soms echt zo shit. En tegelijkertijd ook van... als je kijkt naar... naar de strijd die heel veel mensen op persoonlijk niveau hebben gevoerd. En dan toch allemaal dingen voor elkaar krijgen. Toch die studie afmaken. Toch een baan vinden. En toch doorgaan. Daar ben ik ontzettend trots op. En ik hoop ook dat ik blijf voelen en onthouden. Van uiteindelijk gaat het om eigenlijk met je voeten in de aarde blijven staan. En onder de mensen blijven, zeg maar. En je nooit hoger voelen dan of zo. Of je nou in de Tweede Kamer zit. Of ergens anders superbelangrijk werk doet. We moeten echt samen die samenleving fixen. Dus als persoonlijke missie probeer ik dat in het oog te houden. Ja. Mooi. Ja, genoeg dingen om aan te werken. Ja, dus en ik ga dus ooit, dan kan ik gewoon dit filmpje terugkijken. Hè? Ja. Even checken of je hier aan hebt gehouden. Ja. Precies, dus hou me ook kritisch. Ja. Want toen heb je dat gezegd, girl. Ja, het staat zo te weten. Ja, op onze beeld. tot slot, je hebt het al een beetje gezegd van stem. En we stemmen ook bewust. Tot vervelings toe. Ja. Ik ga het nog een keer zeggen waarschijnlijk. Maar, maar echt super belangrijk. Wat is daarnaast jouw boodschap voor jongeren en dan met name de jongeren die zich dan ongehoord voelen? Ja, weet je, wat ik echt een van de inspirerende uitspraken vind is van Michelle Obama. En die zei, ik zat een keer zo aan zo'n tafel met allemaal van die mannen dan in pak en zo. En ze zei, ik keek om me heen en ik dacht, dat zijn eigenlijk ook gewoon een soort van, dit zijn ook gewoon mensen. En soms lijkt het alsof sommige plekken zijn gewoon heel eng. Omdat je daarna voor de eerste keer komt. Of omdat het heel moeilijk wordt gemaakt. Precies. En dan denk ik van, het zijn allemaal mensen. En sommigen hebben dus meer kansen gekregen dan anderen. En ik ben echt super trots op alle mensen die dan ondanks alle tegenslagen door blijven gaan. En dus ook die kansen voor zichzelf creëren en elkaar daarin opzoeken. Dus ik zou zeggen, geef alsjeblieft niet op. En tegelijkertijd ook erken dat het soms gewoon shit is. Ja, dat is de werkelijkheid. Dus als je te maken hebt met racisme of discriminatie of uitsluiting, zoek alsjeblieft hulp. Daar zijn verschillende manieren voor. En wat ook dus heel belangrijk is, is zorg ook voor je mental health. Want het is soms super zwaar. Waar je mee te maken hebt als persoon of als jongere die heel graag iets wil, maar daar niet in vooruit komt. Maar ook dat wanneer je helemaal opgaat in dat, zeg maar, juist vanwege al die obstakels, stage discriminatie, niet aan een baan kunnen komen, wooncrisis, dat je daar helemaal in opgaat, blijft vechten, dat je inderdaad wat jij zegt, die mental health helemaal. Dus dat is ook een hele een mooie tip, ja. Ja, en verlies geen hoop. Dat is denk ik echt heel belangrijk. Laten we alsjeblieft met z'n allen niet opgeven. Laten we dat niet gunnen aan al die zeikers. Ze blijven zeuren. Je mag hier niet zijn. Doe je hoofddoek af. Je mag niet met een hoodie rondlopen. Come on. Het gaat om wie je bent en wat je doet. En dat is echt het allerbelangrijkste. En we komen er denk ik wel. Hoe moeilijk het soms ook is. En dat helpt mij ook ontzettend. Dus ik haal heel veel inspiratie ook uit mensen die achter de schermen keihard werken en hun eigen ding doen. Want dat is gewoon heel bijzonder. Ja, ik sluit me aan bij jouw mooie laatste woorden. Dankjewel, Pouter. Dank jullie wel, kijkers thuis. En tot de volgende aflevering van In Gesprek Met. Bye bye.